hartelijk welkom hier in jullie eigen kuit. En fantastisch dat jullie in jullie hele drukke voetbalagenda toch tijd hebben gevonden om hier vandaag bij ons te zijn. Heel mooi zodat wij als Feyenoord en met name onze supporters afscheid kunnen nemen van jullie. Jullie hebben gisteren nog een topwedstrijd gespeeld in Engeland tegen Manchester United. Want daarom des te fijner dat jullie toch vandaag hier zijn. Dan wil ik enige woorden namens Feyenoord en met name namens onze supporters tot jullie richten. Karim, je bent op een hele korte onderbreking na 4 jaar bij ons geweest. In die periode heb je laten zien wat voor een geweldige voetballer dat jij bent. Een ongelooflijk loopvermogen gepaard aan een fabelachtige techniek hebben jou gemaakt tot de voetballer die je nu bent. Dat zagen wij niet alleen, dat zagen heel veel andere clubs ook, waardoor er heel veel interesse ontstond. En uiteindelijk heb jij de keuze gemaakt om naar een hele grote competitie, Premier League en Aston Villa, te gaan. Karim, wij missen jou nog wekelijks. Was jij bij deze ongelooflijke mooie club. Dat is een hele periode rond. En in die periode heb jij een aantal dieptepunten meegemaakt, zoals 2 hele zware knieblessures, maar daarnaast veel meer hoogtepunten. Je hebt hier je ontwikkeld tot voetballer, tot een rots in de branding bij Feyenoord, tot een boekbeeld en de laatste jaren als een aanvoerder. En met name vorig jaar heb jij je medespelers aan de hand genomen, ben je voorop gegaan in de strijd. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een hele mooie tweede plaats. Ron, bedankt. Karim en Ron, ik wil jullie namens Feyenoord en al onze supporters heel hartelijk bedanken voor de afgelopen jaren wat jullie voor deze club hebben betekend. De deur zal bij Feyenoord voor jullie altijd openstaan en wij wensen jullie enorm veel succes in het verdere verloop van jullie carrières. Jongens, bedankt. Namens de supportersvereniging.